De laatste tijd krijgen we steeds vaker vragen over omnichannel oplossingen en uitbreiding naar het buitenland. En daar helpt P je graag mee. Om daar meer over te leren gaan we in gesprek met een van onze klanten, Parfumswinkel, hier in Breda. Welkom bij Parfumswinkel. Parfumswinkel bestaat ruim 10 jaar, gespecialiseerd in parfum, huidverzorging en make-up producten. Parfumswinkel is geboren vanuit een online mindset waarbij we de producten natuurlijk vooral online wilden gaan verspreiden. Nou, uiteindelijk is daar een fysieke winkel bijgekomen hier in Breda. We merkten al snel, maar ja, als we dat allemaal via één manier laten gaan inderdaad, dan is het ook handig om dat via P te laten doen. Uiteindelijk is het natuurlijk een bedoeling dat je één systeem hebt waarbij een klant die in de winkel komt ook online zijn bestellingen kan zien en omgekeerd. En als je dat gewoon via P kan doen, één systeem, ja, dat is gewoon ideaal. En wat doen jullie bij P zeg maar, om Mitch zo goed mogelijk te bedienen? We proberen sowieso regelmatig langs te komen bij Mitch, regelmatig contact te hebben met Parfumswinkel over nieuwe ontwikkelingen. Bekijken wat is er belangrijk, welke betaalopties zijn populair in bepaalde landen, hoe kunnen we die zo snel mogelijk toevoegen aan ons platform. En wij vragen ook voornamelijk zijn input, want wij vinden het belangrijk om van hem te horen waar hij naartoe wil werken, wat zijn groeiplannen zijn en wat hij van ons verwacht als zijnde PSP waarop wij kunnen anticiperen. Verder heeft hij aangegeven groeiplannen te hebben, ook internationaal. Dus dan proberen we ook meteen met hem te denken wat zijn de betaalopties die daar het beste bij aansluiten. Dus ja, eigenlijk proberen we altijd met hem mee te denken daarin. En hoe bevalt het? Ja, we zijn zeer tevreden over P. Natuurlijk het contact, ontwikkelingen, innovatie. En dat is natuurlijk wel wat je zoekt in een betaalprovider. Dat ze vooral meedenken van hoe kun je onze webshop nog beter maken. En daarmee willen we eigenlijk, behalve dat we in Nederland en België verkopen, willen we ook kijken wat we nog in Duitsland kunnen doen. Dus daarom is het advies van P van oké, wat is nou een goede betaalmethode, waar moet je aan denken in Duitsland. Dat is wel echt heel waardevol voor ons, om zelf niet te hoeven te uitzoeken van wat is nu belangrijk. Moeten we Sofort hebben, Amazon Pay, wat voor opties zijn nu belangrijk. En daar helpt P ons heel erg in. En bij P, wat voor trends zien jullie in het land van betaalmethodes? Wat we voornamelijk ook nu heel erg zien is dat achteraf betaalmethodes en gespreid betaalmethodes steeds interessanter worden. Of je dat nu doet via een Klarna of dat je dat gewoon doet in de checkout door middel van een betaalproduct zoals Indrie of een kredietoplossing zoals SprayPay. Je moet innovatief blijven daarin en de consument verwacht dat ook. Weet je, de consument wil die keuze zelf kunnen maken. Die wil niet dat een parfumswinkel bepaalde dingen oplegt bij een consument. Het wordt steeds belangrijker om de consument de keuze te geven en P speelt daar echt gigantisch goed op in. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je het interessant vond. En mocht je meer willen weten over wat wij voor jou kunnen betekenen, neem dan een kijkje op onze website of neem contact op met onze klantenservice. Tot de volgende keer.